de Mars voor het Leven. Deze wordt voor de 30ste keer gehouden en trekt jaarlijks duizenden anti-abortus demonstranten aan. Maar vindt u dat u het recht heeft om die keuze te maken voor heel Nederland? Ja, eigenlijk wel. Ik neem de proef op de som om te kijken wat voor desinformatie er wordt verspreid over abortus op het internet. Verhoogd risico op psychische gezondheidsklachten vanaf 81% en dood. Holy shit. Mirjam, het enige wat ik wil weten is hoe de ChristenUnie het vindt samengaan dat er desinformatie wordt verspreid op websites, terwijl jullie tegelijkertijd zeggen hulp te bieden. Geen commentaar? Mijn onderzoek naar hoe groot de dreiging van de anti-abortusbeweging is, start in Den Haag. Want daar komt deze beweging namelijk vandaag samen voor de Mars voor het Leven. En dat is een protestmars georganiseerd door Schreeuw om Leven, een christelijke organisatie. En deze organisatie is tegen het recht op abortus en is tegen het recht van mensen met een baarmoeder om zelf te beslissen wat ze doen met hun lichaam. En de politie is al in flinke getalen aanwezig, dus dat belooft wat. Ik denk wel, we zijn natuurlijk in het Hol van de Leeuw, dus misschien is het verstandig om als spuiten en slikken niet te erg op te vallen. Dus deze plopkap gaat af. Dan doen we deze eromheen. En dan gaan we de mensen hier even wat vragen stellen. De Mars voor het Leven. Deze wordt voor de 30ste keer gehouden en trekt jaarlijks duizenden anti-abortus demonstranten aan. Hallo, u deelt borden uit vandaag. En wat staat erop? Voor het ongeboren leven, kom ik op. De duisternis, die verdraagt het licht niet. En wat hoopt u dan vandaag te bereiken? Nou ja, eigenlijk dat mensen voor het leven gaan. Ja. Een God gaan dienen. Maar vindt u dat u het recht heeft om die keuze te maken voor heel Nederland? Ja, eigenlijk wel. Ja, want u heeft gewoon gelijk. Ja. Het leven is door God geschonken. Dat is mijn diepste overtuiging. Uw overtuiging. Jouw leven. Ja, ik ben zelf. Maar ook het leven wat je verwekt in je moederschoot. En de Heere gaat daarover en niet wij. We hebben niet het recht om zelf aan het leven te komen. Begin niet en ook het einde niet. God gaat over al het leven. Dus daar mogen we nooit aan zitten. En vindt u dat er ook wettelijk dat verboden moet worden in Nederland? Ja. Ja. Dus, ja. Dus je kijkt daarvoor naar de politici in Den Haag die dat moeten gaan doen. Ja. Ja. Twee Kamerleden die tegen abortus zijn en vandaag spreken op de Mars voor het Leven zijn Chris Stoffer van de SGP en Mirjam Bikker van de ChristenUnie. Blijkbaar hebben zij korte lijntjes met de anti-abortusbeweging. We zijn hier vandaag bij elkaar omdat ons hart klopt voor hen die weerloos zijn. En tegen iedereen die strijdt voor het ongeboren leven zeg ik: laat u niet ontmoedigen. Geef het ook niet op. En laten we daarom pal blijven staan voor de bescherming van een ongeboren leven. En ik zou ook willen vragen om zo te bidden voor onze regering. Dat die woorden die zijn opgeschreven, dat die werkelijkheid mogen worden in ons land. Ook hier in Den Haag hebben onze besluiten invloed. Om meer te weten te komen over die anti-abortuslobby heb ik afgesproken met onderzoeksjournalist Allard van der Woude. Wat je wel het meest ziet is dat de pro-life beweging of de anti-abortusbeweging in de VS heel erg is veranderd de afgelopen 20, 30 jaar. En dat de productieve veranderingen, laat ik ze zo noemen, voor hen dan, van de afgelopen jaren, dat die ook zijn doorgevoerd in Nederland en Europa. Een van de belangrijkste daarvan is dat je gewoon eigenlijk iets subtieler te werk gaat. Dus waar voorheen bijvoorbeeld abortusklinieken nog werden gebombardeerd en er vanuit een heel duidelijke christelijk standpunt mensen werden aangevallen of überhaupt campagne werden gevoerd. Ja, echt abortus is moord. Dat soort dingen, ja. Dat werkte niet, werd op een gegeven moment duidelijk. En toen zijn ze helemaal op een andere manier campagne gaan voeren en dat is namelijk eigenlijk meer op een soort van verdekte manier. En bijna met desinformatie. Dus dat je je uitgeeft voor een neutrale organisatie om vervolgens onbedoeld zwangere vrouwen wel te bereiken. En dat zij jou wel in vertrouwen nemen. In plaats van dat ze gelijk kunnen zien dat je dat vanuit een conservatief-christelijke beweging doet.
Ik neem de proef op de som om te kijken wat voor desinformatie er wordt verspreid over abortus op het internet. Want als ik ongewenst zwanger zou zijn, zou ik bijvoorbeeld googlen op hulp bij abortus. De site van het FIOM, ershulp.nl, hulpverlening van Sirus, VARA, schreeuw om leven. Dan gaan we bijvoorbeeld naar deze. Abortusinformatie. Je bent welkom bij RS Hulp. Waarschijnlijk ben je ongepland zwanger en zit je op het internet te googlen naar abortusinformatie. Hier ben je aan het goede adres, want als je ongepland ongewenst zwanger bent, heb je recht op eerlijke informatie en goede hulp. We zullen je eerlijk antwoord geven en er niet omheen draaien of de waarheid achterhouden. Nogmaals, je hebt recht op eerlijke informatie over abortus en wij zijn er voor jou. Dit is echt wel heldere taal, hè? Eerlijke informatie en de waarheid. Abortusgevolgen. Mogelijke andere bijwerkingen. Risico op zelfdoding tot 6 maal hoger dan bij het uitdragen van zwangerschap. Ik weet niet waar die cijfers vandaan komen. Gebruik van drugs 5 keer hoger na een abortus. Verhoogt risico op psychische gezondheidsklachten vanaf 81%. En dood. Holy shit. En dat is allemaal uit onderzoek van Elliott Institute. Dan klik je daarop. Oeps, that page has not been found. Dat is dan wel echt een hele heftige uitspraak die je niet kan onderbouwen. Wow, ik vind het echt bizar. En als ik dus 19 was en ik zat in een situatie waarin ik zat te twijfelen wel of niet een abortus, en je ziet dit soort cijfers, dan snap ik wel dat je neigt naar misschien toch maar geen abortus. Heftige claims dus op rshulp.nl. Deze site is blijkbaar opgezet door de stichting Schreeuw om Leven om vrouwen in hun keuze voor een abortus te beïnvloeden. Ik ben even in de 2 heftigste facts gedoken om te kijken wat daar nou van waar is. De eerste, ook al is het zeldzaam, maar er is een reële kans om te overlijden na een abortus. Daarover belde ik met abortusarts Alice Garcia en dat was een heel verhelderend gesprek. Abortus voldoet in Nederland aan strenge eisen en is medisch gezien een van de veiligste ingrepen. In Nederland is zover bekend 1 keer in 2001 iemand overleden na een abortus en dat kwam door de verkeerde dosis medicatie. Je gaat dus niet dood aan een abortus en ik vind het wel heel heftig dat ze dit durven te claimen op die website. We gaan door naar de volgende. Dat je door abortus een verhoogde kans hebt op het ontwikkelen van borstkanker. En deze studie onderzocht 1,5 miljoen vrouwen en vergeleek hun medische gegevens voor borstkanker en voor abortus. En ze vonden geen enkel verband tussen beide. Er volgden nog meer dan 50 studies bij grote groepen vrouwen die de Deense bevinding bevestigden. Daarom kunnen we met zekerheid zeggen dat vrouwen die ooit een abortus ondergingen geen hoger risico lopen op borstkanker. Dit waren even snel 2 fake facts van een website die hier dus vol mee staat. En rshulp.nl is niet de enige website die vrouwen probeert te sturen door disinformatie. Er zijn nog talloze andere websites die deze tactieken ook toepassen. Als we op de site www.onbedoeldezwangerschap.nl terechtkomen, dat is een site die vrouwen aanstuurt om geen abortus te ondergaan, lezen we dat dit een samenwerking is met Schreeuw om Leven en de ChristenUnie. En als je dus meer informatie en hulp zoekt, linkt deze site ook door naar rshulp.nl. Dat is dus de site met al die nepinfo. De ChristenUnie houdt zich dus blijkbaar bezig met websites waar nepinformatie wordt verspreid. En daarnaast staat Mirjam Bikker van de ChristenUnie te speechen op een event dat georganiseerd wordt door Schreeuw om Leven. Eén van die grote verspreiders van desinformatie. Dus je kan wel stellen dat de ChristenUnie diep in de anti-abortuslobby zit. En dat is gek. Want Mirjams collega van Team ChristenUnie, Maarten van Ooyen, is staatssecretaris van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Samen aan de slag graag. Met jou, Maarten. Toi, toi, toi. Dat is de overheidsorganisatie die ervoor moet zorgen en waken dat de informatie rondom abortus goed is geregeld. En dus dat die gebaseerd is op feiten en op wetenschappelijk onderzoek. Je hebt dus aan de ene kant de ChristenUnie die met Mirjam Bikker staat te speechen op een anti-abortusbeweging, meewerkt aan sites die desinformatie verspreiden over abortus, en aan de andere kant werkt er iemand van de ChristenUnie in de top van een overheidsorganisatie die verantwoordelijk is voor het beleid rondom abortus. 2 totaal verschillende werelden. Dat gaat toch nooit samen? Hoe dat precies zit, dat ga ik vragen aan Mirjam Bikker van de ChristenUnie. Hallo.
Hallo. Mirjam, mag ik jou wat vragen stellen? Hoi, jij bent van? Dieren Vara. Hoi, ja. Ja, ik ga bijna het podium op, maar ja. Natuurlijk mag jij heel kort. Tegen de zon in. Hallo. Ja. Ben jij bekend met de site Er is Hulp? Ja. Wordt gesteund door de ChristenUnie. Maar bent u ook bekend met het feit dat er desinformatie op die website staat? Ik heb hem gisteren niet bekeken, dus ik weet ook niet wat er allemaal op de website staat. Kom maar, ik ga nu even hier een overzichtje. Maar, er staat namelijk... Er is door abortus een verhoogde kans voor het ontwikkelen van borstkanker. Dat hebben wij gecheckt. Dat is niet waar. Ja, weet je, kijk, dat wil ik allemaal best met jou bekijken. We kunnen het ook echt wel over hebben. Ik ga nu het programma in. Ja, en vindt uw collega Maarten van Ooyen dat ook? Staatssecretaris van Volksgezondheid. Oké, nou, Mirjam die gaat nu het podium op, dus ze heeft geen tijd meer om met mij te praten. Maar het is best wel vreemd dat ze dus nu gaat speechen op een anti-abortus demonstratie, maar eigenlijk geen idee heeft wat die organisaties voor websites hebben en wat voor desinformatie daarop staat. Beetje raar. Ze zet zich met hart en ziel in voor de kwetsbaren in onze samenleving. Haar naam is Mirjam Bikker. We zijn hier vandaag bij elkaar omdat ons hart klopt voor hen die weerloos zijn. Daarom wil ik staan en daarom willen wij staan naast de vrouw die ongewenst zwanger is. Daarom willen we er zijn voor haar en voor het kindje dat zij verwacht. Ja. Voor het leven die Mirjam, begint op zou ik nog even kwart over 12 bij de schermen waar... Ja, ik wilde toch nog even het gesprek van net afmaken. U wilt niet meer praten? Want u had het over hulp bieden, u was niet bewust van de desinformatie op de website. Nee, nou, dat fijne dag. Duidelijk. Nou, ik denk dat ons vorige gesprek, dat ze daar een beetje zenuwachtig van werd. Dit vind ik wel een beetje lullig, want ze staat net te speechen voor een enorme poster met www.ershulp.nl, de website waar dus desinformatie op staat. Tegelijkertijd verkondigt ze dus dat ze goede hulp wil bieden aan vrouwen, kwetsbare vrouwen. Maar die goede hulp is dus desinformatie, feiten over abortussen die gewoon wetenschappelijk onjuist zijn. Ja, dan begrijp ik niet helemaal wat je dan aan het doen bent. Mirjam, het enige wat ik wil weten is hoe de ChristenUnie het vindt samengaan dat er desinformatie wordt verspreid op websites, terwijl jullie tegelijkertijd zeggen hulp te bieden. Geen commentaar? Ik heb net gezegd, als er informatie op staat die niet klopt, moet die eraf. Dat wil ik nog wel 5 keer herhalen, maar als het niet klopt, moet die eraf. Dat is heel helder. En, maar, dus dank je wel. Hoe kan het dat deze organisaties die er zijn om hulp te bieden voor vrouwen... Ik heb het nu 4 keer gezegd. ...zich niet baseren op wetenschappelijk onderzoek? Wat belangrijk is dat vrouwen hulp kunnen vinden. Dat ze zich daarin ook een weg kunnen vinden als er moeilijkheden zijn. Mm-hmm. Daar blijf ik absoluut voor staan. En moeten die vrouwen dan objectieve waarheid krijgen? Of moeten ze gestuurd worden? Die vrouwen moeten absoluut keuze krijgen. En ja, die toch? Keuzevrijheid, die is belangrijk. Maar dat gaat er maar dan ook om dat je... Nou, laat je mij niet uitpraten. Dat zouden we dan over en weer doen. Dat gaat er dan ook om dat je hulp kan vinden. Ja. En als er dan dingen opstaan die niet oké zijn... Heel goed. Maar hoe kan het dan dat de ChristenUnie zulke websites steunt? Want dat is waar ik het niet begrijp. De ChristenUnie steunt geen website. De ChristenUnie trekt op. Jij hebt hier nu uit afgeleid dat ik die website of zo maak. Nou, dat is echt niet aan de orde. Dat snap ik. Maar ja, wilt u weten wat voor feiten erop staan? Want het is echt schokkende informatie. We hebben dit gesprek nu al gevoerd. En dan wens ik je een hele mooie zonnige dag. Heb je nu 16 keer gehoord? Ja, het is vrij belangrijk dat mensen weten dat ze niet dood kunnen gaan aan een abortus. Dat is heel helder. Ik vind het vooral belangrijk, en dat heb ik je net al een paar keer gezegd, dus het wordt wel een beetje saaie tv op deze manier. Mm-hmm. Dat het klopt wat erop staat, absoluut belangrijk, daar moeten vrouwen op kunnen vertrouwen. Ja, nou, maar ik hoop wel dat ze dag. Goede objectieve informatie krijgen. Oké, de Mars voor het Leven zit er bijna op. En ik vond het een hele leerzame dag. 2 dingen die ik heb geleerd vandaag. Punt 1, die imageverandering waar Alad het over had, die is hier wel echt te zien. Want in plaats van dat er wordt geschreeuwd abortus is moord en abortus moet illegaal worden, wordt er echt meer gebeden, gezongen. Het gaat vooral over hulp bieden aan de vrouw. Dus daarin merk je heel goed dat ze steeds meer mensen proberen aan te trekken. Punt 2. Mirjam heeft haar shit niet op orde, want ze heeft geen enkel idee waar haar eigen partij, de ChristenUnie, achter de schermen allemaal mee bezig is. Of liegt ze? We hebben staatssecretaris Maarten van Ooyen om een reactie gevraagd, want wat vindt hij ervan dat zijn partij, de ChristenUnie,
optrekt met een organisatie als Schreeuw om Leven, die op grote schaal desinformatie op het internet rondom abortus verspreidt. Maar Maarten was niet echt in de mood, dus Maarten, als je kijkt, bel ons even terug. Volgende week zetten we ons burgerinitiatief nog één keer goed op de kaart. Oeh, ze keek lang naar mij. En ga ik op pad met mensen die al jaren strijden voor het recht op abortus. Dan neem je vrouwen aan boord en vaar je naar internationale wateren. Nou, dan val je dus niet meer onder de strafwet van dat land. Ja, ja. En dan kan je die vrouwen helpen. En dat we niet te veel tijd hebben, want hier hangen heel veel camera's. Wat zegt u? Ik heb veel stop. Mag ik alleen nog het uitroepteken doen? Stoppen. Oké.